U hoorde uit de kantate Die Seele des Weltalls van Mozart, hoe in die kantate bezongen wordt de ziel van de aarde, zoals het heet. Van onze wereld, van onze belevingswereld. Ik heb dit fragment als opening gekozen, omdat hiermee de schaal wordt gekozen die wij vanavond gaan bezien. De schaal die we nodig hebben om tot ons thema te komen, de bewustzijnsontwikkeling der mensheid. Ik zal u vanavond een beschouwing daarover aanreiken die niet gebruikelijk is. En ik begin dan net zo goed als de vorige keer bij het eerste college tegen u te zeggen dat u maar één keer door mij gezegd mag worden dat u iets moet. Ik ga hier mijn gedachtenwereld aanreiken en u moet natuurlijk daarmee doen wat u denkt dat goed is. Ik kan misschien af en toe de dingen misschien nogal stevig zeggen en dan lijkt het alsof ik vind dat u dat met me eens moet zijn. Maar een van de aspecten die ik vanavond juist als conclusie zal gaan trekken, is dat iedere mens zijn eigen bewustzijnsontwikkeling moet kunnen gaan. En dat geen enkel mens het recht heeft een ander een dogmatische wereld op te drukken. Dus doet u ermee wat u denkt dat voor u goed is. En ik hoop dat het voor u vanavond de moeite waard zal zijn. Nogmaals, het thema is vanavond de bewustzijnsontwikkeling der mensheid. En dat is een onderdeel van de 7 colleges die ik hier geef. En ik ben de vorige keer begonnen met een behoorlijke tijd uit te trekken om alleen maar een opsomming te geven van de thema's, de levensthema's, die naar mijn idee de jongere generatie in de komende decennia op zijn bordje krijgt. En daar ben ik bijna 40 minuten mee bezig geweest, alleen maar met een opsomming. Er is ongelooflijk veel wat in aantocht is en wat onze hele denkwereld in ieder geval voor veel grote vraagtekens stelt. En we zullen op een heleboel terreinen antwoorden moeten vinden die we niet op de traditionele manier van ons denken meer kunnen beantwoorden. En we moeten hele grote perspectieven gaan ontwikkelen, willen we überhaupt verder kunnen komen. En dat is dan ook het doel van vanavond, om nou een idee te krijgen hoe nou die bewustzijnsontwikkeling van de mensheid zou zijn. Gesteld dat er een ontwikkeling is, want dat is iets wat veel mensen ook betwijfelen. Vanavond is een voorbereiding op wat in het volgende college en waarschijnlijk ook nog in het 4e college een centraal punt zal worden. Namelijk de beantwoording van heel veel vragen die ik in het 1e college heb genoemd. Dan zullen we met dit materiaal wat ik vanavond opbouw waarschijnlijk een heleboel gedachten kunnen ontwikkelen die voor de komende tijd van nut zouden kunnen zijn. We zijn hier in de wereld van de techniek in Delft. En deze colleges zijn in eerste instantie ook bedoeld om studenten, dus mensen die aan het begin van hun leven staan, gedachten mee te geven die verder gaan dan alleen de techniek. Maar ten tweede, en dat is natuurlijk ook omdat ik zelf ook een ingenieur uit deze stad ben, dat ik denk dat de wiskunde die ons ingenieurs zo vertrouwd is, dat die ons toch een hele goede geleider is op onze levensweg. En dat juist ook in die andere werelden die we doorgaans niet met de techniek verbinden, de wereld van de kunsten en de wereld van de religie, naar mijn overtuiging evenveel logica zit als in de wiskunde. Dit is een van de knuppels die ik natuurlijk in het hoenderhok gooi. Maar daar wil ik met nadruk ook op wijzen. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook mijn voordrachten altijd mix met muziek. En omgekeerd, als ik muziek als hoofdthema heb, altijd de logica in de grote kunstwerken probeer te tonen. Want die zijn als wiskundige formules. Dat is niet gebruikelijk om in deze wereld zo te zien. Maar als je werkelijk de grote kunstwerken van ik beperk me tot het theater, dus de grote theaterstukken en de grote muziekstukken analyseert, die zijn als wiskundige formules en die gaan over wezenlijke formules, ik gebruik weer dat woord, ten aanzien van het leven. Dus net zo goed als we willen begrijpen, en dat kunnen we sinds Newton, waarom een kogel die met een kanon wordt afgeschoten zo'n boog maakt, zo moeten we ook de formule zien te vinden van wat er nu in de wereld gebeurt. Dat is het doel.
En omdat we hier in een wereld zijn waar de wiskunde belangrijk is, hanteer ik ook in de basis van mijn redenatie de getallensymboliek. De meesten die met wiskunde bezig zijn, die gaan meteen rekenen en die gaan formules opbouwen. En getallensymboliek, dat is voor zwevers. Dat is een bekende reactie. Daar wil ik al meteen mee proberen af te rekenen. En dat heb ik de vorige keer ook gedaan en ik ga het nu vandaag herhalen als opening. Weer naar die getallensymboliek. Omdat dat is de basis waar alle wiskunde uiteindelijk uit voortkomt. Maar waar staan die getallen dan voor? En u zult merken dat we lopende deze colleges daar regelmatig weer van gebruik kunnen maken. En onszelf kunnen helpen om niet uit de rails te gaan en op een gegeven moment niet onlogische redenaties te gaan voeren. Omdat we zo graag nuchter willen blijven. Nee, er is iets wat boven de nuchterheid staat. Dat is het abstracte denken. En dat moet je hier in Delft leren. Ik begin weer met de getallensymboliek en dan met het getal 0 natuurlijk. En u zult merken, ik ga de 5 getallen plus het getal 0, dus 6 in totaal, behandelen. En dan komen we tot een hele belangrijke conclusie. Uit ieder getal word je als het ware gedwongen om naar het volgende getal te gaan. Zo vormen ze een eenheid. En met ieder hoger getal ga je iets subtieler tegen het leven aankijken. Ga je iets gedetailleerder, genuanceerder aankijken tegen dat wat je met het vorige getal hebt bereikt. Ik begin zo groot als het maar kan. Het getal 0. Iedere wiskundige zegt ook dat is geen getal. En de mysticus zegt dat is het symbool voor het mysterie, het onbegrijpelijke. En wie met 0 vermenigvuldigt krijgt weer 0 en wie door 0 deelt krijgt oneindig. Een hele belangrijke gedachte die we hier meteen moeten verbinden is dat het mysterie ten minste wordt gekenmerkt doordat in alles oneindigheid zit. Iedere dimensie, tijd, ruimte of gewicht of kleur, maar ook het fenomeen van de complexiteit. Alles in de kosmos kent eigenlijk oneindigheid. En daardoor is het voor ons ook nooit ten volle te vatten. De erkenning dat alles oneindig voortgaat, is in wezen al een bom onder heel veel zogenaamd nuchter denken. Want de vraag of er dan maar één kosmos zou zijn, nee, natuurlijk niet. Of er nou maar 3 dimensies zijn, of 10, nee, uiteindelijk oneindig. Of ergens een begrenzing is van frequenties, nee, dat gaat eeuwig door. Dat is natuurlijk dan meteen de conclusie die je zou moeten trekken als de gedachte over het getal 0 juist is. Maar we willen verder. En dus zeggen we mensen, wij proberen iets van die grote kosmos te begrijpen. We gaan een klein stukje pakken en daar gaan we over nadenken. En zo stap ik al meteen naar het getal 1. We kiezen een bol, waarmee ik wil zeggen, laten we nou eens eventjes ons gebied van studie voorstellen tot een bol. Dat betekent dat in die bol zoek ik naar waarheid. Maar ja, er is een consequentie. Want dat wat buiten die bol is, dat snap ik dus niet. Dat denk ik dus niet over na. En dat behoort tot dat mysterie. Nu ga ik mijn bol vergroten. Ik ga een groter gebied van het leven proberen te begrijpen. Denkt u bijvoorbeeld aan Newton, die stelde tijd en ruimte zijn absoluut. Dat was de begrenzing van zijn bol. Want op die bolgrens zitten je begrenzingen, je absoluties. Even tussendoor, dat is ook de reden waarom alle goden in alle religies altijd eeuwig levend waren en allesomvattend waren. Want dat is logisch, dat is geen zweverij, dat is logisch. Want men kiest een bol en de begrenzing, die moet men absoluut maken. Maar op het moment dat je de bol gaat vergroten, en dat deed bijvoorbeeld Einstein ten opzichte van Newton, die zei nee, tijd en ruimte zijn niet meer absoluut. Voor Einstein werd tijd-ruimte absoluut. Hij vergrootte de bol.
op datzelfde moment wordt wat aan de begrenzing van de oorspronkelijke bol lag, relatief, is niet meer absoluut. En dan wordt de begrenzing van de grotere bol, wordt absoluut. Dat geldt ook voor een godsbegrip of wat dan ook. Daarmee hebben we het getal 1 gedefinieerd. Dat is dus de bol die we gekozen hebben, ongeacht of die zo groot is of zo. En wat wij vandaag gaan doen, en waar het muziekstuk ook van sprak, wij gaan Moeder Aarde als de bol kiezen. Waar wij een onderdeel van zijn, want we hebben Moeder Aarde in haar ontwikkeling straks nodig, zult u merken, om te begrijpen hoe de mens in een bewustzijnsontwikkeling is gekomen en waarom die nu in zulke turbulente tijden leeft. Het aantal keuzes van de bol is natuurlijk oneindig. En misschien is het al goed, u krijgt dadelijk bij het getal 2 het symbool van de Tai Chi van de oude Chinezen te zien, maar dat begint natuurlijk met de gekozen cirkel die de Chinezen de Tai Chi noemden. Dan gaan we naar het getal 2. Eigenlijk waren we er net al gedwongen om een tweedeling te zien, namelijk de bol en datgene wat daarbuiten is. Alles kent zijn tegendeel. Dus ook het gekende en dan is er het niet gekende, buiten die bol. Datgene waar je op concentreert en datgene waar je niet op richt. De oude Chinezen noemden dat yang en yin. Maar ja, als je dan dat in twee hebt gedeeld, het yang is het witte en het yin is het zwarte, maar dat deeltje yang en dat deeltje yin zijn ook weer eenheden, zou je kunnen zeggen, een fenomeen, en dat kan je weer verder verdelen. En zo zou je oneindig, steeds met twee meer vermenigvuldigd, een piramide kunnen opbouwen. Om u een voorbeeld te geven, het fenomeen mens. Er zijn mannen en vrouwen. Maar die mannen kun je verdelen in oude en jonge mannen, en die vrouwen in oude en jonge. En vervolgens kun je de oude religieuze mannen nemen, en de jonge religieuze mannen en de oude niet-religieuze mannen. Nou, u begrijpt, zo kan je eindeloos blijven doordifferentiëren. En het resultaat is dat je een verticale, hiërarchische differentiatie krijgt. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken en nog een tweede differentiatie zien. Je kunt ook dat yang en yin, die kunnen op allerlei verschillende manieren verdeeld zijn. Je hebt mensen die zijn meer mannelijk dan andere. Je hebt mannen die zijn mannelijker dan andere mannen. En vrouwen die zijn meer of minder man. Vrouwelijk, pardon. Nou ja, in wezen geldt dus iedere verhouding. Een enkelvoudige sinusoïde, dus dat slingerende bewegingje. Iedere verticaal is een verhouding tussen dat yang en yin. En dat zijn er in wezen oneindig vele. Oneindig vele verhoudingen waarin het yang en het yin naast elkaar kunnen bestaan. Dat is een oneindige horizontale verdeling. Dat is bijvoorbeeld wat in de golfdeeltjesproblematiek in de natuurkunde speelt. Ik maak die vergelijkingen omdat het interessante is dat op het moment juist in de natuurkunde een heleboel ontdekkingen worden gedaan die, als je doorfilosofeert, hele oude wijsheden volstrekt naar voren brengen en nu voor ons bewustzijn grijpbaar maken. In de golfdeeltjesproblematiek, men heeft een kromme, op het moment dat je een meting doet, komt er één van de mogelijkheden uit. Dat is dat je één van die verticalen kiest in wezen. En dan rechts is er nog iets wat belangrijk is, zelfs heel belangrijk voor onze beschouwing. We spreken altijd dat in het witte yang een zwarte yin-stip zit. En in het zwarte yin een witte yang-stip. Maar het zijn geen stippen. Het zijn doorkijkgaatjes. Want in feite kan er alleen maar binnen die cirkel balans zijn als zowel het yang als het yin de hele cirkel vult. Maar in het leven waarin wij bestaan wordt het ene meer op de voorgrond getrokken dan het andere, zoals we straks nadrukkelijk zullen ontdekken, waardoor of het yang of het yin
het tegendeel ten dele of zelfs geheel gaat overdekken. En een heel simpel voorbeeld is een veer. U trekt een veer uit. U ziet de uitgerekte veer, dat is goed zichtbaar. Maar dat er in die veer een niet-fenomenaal gegeven zit, namelijk de neiging van die veer om weer omlaag te gaan, dat ziet u niet. Maar het zit wel in die veer, het behoort eveneens tot de realiteit. Of een ander voorbeeld, wat de psycholoog Jung naar voren heeft gebracht. In iedere man zit een anima, een vrouwelijke kwaliteit. En iedere vrouw zit een animus, een mannelijke kwaliteit. Onderhuids zit in ieder yang het yin en omgekeerd. En dat is ook een thematiek die in de natuurkunde nu naar voren komt. Bijvoorbeeld met de superpositie. Een deeltje, een subatomair deeltje, kan linksomdraaiend en rechtsomdraaiend zijn. Maar op het moment dat we een waarneming doen, trekken we één naar voren en brengen we in het zicht. En gaat de andere uit het zicht. Maar die is er nog steeds wel. We komen daar nog nader op terug. We gaan naar het getal 3. Voor de eenvoud van het denken splits ik het in 2 benaderingen. In diepere zin gaat het om dezelfde 3-eenheid. Eerst de integrerende 3-eenheid. Heel simpel, met een paar voorbeelden te duiden. Man, vrouw, mens. Steeds is de synthese van 1 orde hoger dan de samenstellende delen. Het is meer om mens te zijn dan man of vrouw. Positieve getallen, negatieve getallen. Het fenomeen getallen is van 1 orde hoger. Links, rechts. Daar heb ik geen woord voor de synthese, maar je zou kunnen zeggen de ruimte. Nog moeilijker, zichtbaar en onzichtbaar. We hebben voor de synthese weliswaar geen woord, maar dat is wel iets wat er is. Voorstelbaar, onvoorstelbaar, zichtbaar, onzichtbaar of nog meer met ons leven verband houdend, sterfelijk en onsterfelijk. Laat ik het heel mild zeggen. De gedachte dat er naast een sterfelijk deel in ons ook een onsterfelijk deel zich bevindt, is veel logischer dan de ontkenning ervan. Maar ja, als wij alleen maar het zichtbare, het fysiek, materieel aanwezige, tastbare als waarheid erkennen, ja, dan moet je die conclusie niet trekken. Maar ergens is dat, ja, je ogen sluiten voor datgene wat je met abstract denken wel zou moeten erkennen, maar alleen maar niet erkent omdat jij het nu toevallig niet begrijpt of ziet. En dat is heel tricky. En ik denk dat we op het moment aan een tijd zijn toegekomen waarin we die hobbel nou eens een keer moeten maken, want anders zullen we de problemen in onze wereld niet kunnen oplossen en zullen we de grote ontdekkingen in de natuurkunde niet in mystieke betekenis werkelijk kunnen gaan duiden. Dat ten aanzien van die ene duiding van de 3-eenheid, maar er is nog een andere. Een verbindende 3-eenheid. In diepere zin dezelfde als die daar links, maar ik splits het maar even zoals ik daarnet zei voor een betere begrip. Idee en vorm zijn tegendelen, zijn complementair. Om met een duidelijk voorbeeld te komen, een architect heeft een idee voor een gebouw. Maar voordat dat gebouw in staal, beton en hout gemaakt is, moet er wel wat gebeuren. Er is een verbindende kwaliteit nodig die die 2 tegendelen met elkaar verbindt. Dat is bijvoorbeeld de bouwtekening in dit voorbeeldje. Het is heel gevaarlijk om in een wereld waarin men nuchter denkt het woord ziel te laten vallen, want dan ben je vaak heel veel mensen meteen kwijt. Maar mits ik de ziel
beschouw als de verbinding tussen de geestelijke wereld, dus de niet-fenomenale wereld, die er per definitie moet zijn naast de fenomenale. De ziel als de verbinding tussen de niet-fenomenale wereld en de fenomenale wereld. Dan gaat ineens een heel oud begrip een andere betekenis krijgen. Het is datgene wat die twee elementen die in alles leven verbindt en met elkaar in wisselwerking brengt. Maar er zijn nog vele andere voorbeelden te geven. Een vraagstelling. Ja, je hebt een dialoog tussen mensen nodig om tot een eventueel een antwoord te komen. Of these, antithese, synthese. Er zijn allerlei voorbeelden te vinden om deze inspiratie. Ja, inspiratie, los inspiratie, dat is niks. Je hebt een kunstenaar nodig die het moet ontvangen. Wil er een kunstwerk uit kunnen komen? En dan gaan we naar het getal 4. In dat figuurtje wat daar staat, dat zult u in vele colleges weer terugzien. Want daarmee gaan we in de volgende colleges allerlei vormen van verschillende vormen van leven met elkaar ook in verbinding brengen. En het leven in een veel groter verband plaatsen. Ik ga na die drie eenheid, die ik, en dan denk ik vooral aan die verbindende drie eenheid, dus bijvoorbeeld die architect met zijn idee, de bouwtekening en het bouwwerk, daar ga ik nou verder mee differentiëren. Ik ga dus weer een stapje subtieler bezien en kom daarmee in het volgende getal. En ik ga tevens mijn symbolische taal veranderen. Tot nu toe heb ik met die Chinese benadering gesproken, dus het yang en het yin en de synthese van de tai chi. Ik ga het nu doen in de symbolische taal die eigenlijk alle grote culturen hebben gebruikt, tot en met onze grote kunstenaars toe. En die symbolentaal die begint dat yang en dat yin altijd in mannen en het mannelijke en het vrouwelijke te duiden. Begrijpt u me goed? Het gaat niet om mannen en vrouwen. Dus alles wat ik hierna ga zeggen, moet u niet als man of vrouw persoonlijk nemen. Maar het is de symbolentaal die de mens het meest vertrouwd is. Want wat is de mens het meest vertrouwd? Dat is het fenomeen man en vrouw. En dat heeft hij dus gebruikt om zijn meest basale symboliek op te bouwen. Maar ik heb het ook abstract geformuleerd, waarbij nu het yang van de vorige taal, nu het mannelijk heet, en dat geef ik aan met de hoofdletter A. En het yin van de Chinezen maak ik nu tot de vertaal ik in de meest gangbare symbolentaal het vrouwelijke, en met, geef ik aan met de letter B. Dan heb ik het probleem alleen maar verplaatst. Ik ben in een andere taal, stap ik binnen. Dan moet ik u natuurlijk proberen in het zadel te zetten, waar staan die symbolische beelden nou voor? Wat is dan dat mannelijke en dat vrouwelijke? Ik ga u in het zadel proberen te zetten met een paar trefwoorden. En dames, niet schrikken, want het gaat niet over mannen en vrouwen. En omgekeerd natuurlijk ook straks voor de mannen. Het mannelijke is het scheppende principe. Universele gedachte. Het gaat niet over mensen, niet over dieren. Nee, het scheppende principe in de hele kosmos, in de bol die we kiezen. Het is het creërende principe in het leven. Het meest treffende en meest werkzame trefwoord is dat wat bezwangert. Het vrouwelijke, daarvan zeggen we altijd dat is het ontvangende. Dat is op zich een heel goede typering, alleen daar kom je niet zoveel verder mee. Het is beter om te zeggen, het vrouwelijke is dat wat in haar ontvankelijke geaardheid zich laat bezwangeren door het mannelijke. Vervolgens gaat het vrouwelijke aan datgene waarmee het bezwangerd is, daar gaat het vorm aan geven. Dus is het vrouwelijke ook het vormgevende principe in de hele bol die we gekozen hebben. En tenslotte zal het vrouwelijke een vorm achterlaten. En dus zijn de vormen ook altijd in symbolische verhalen
of liever gezegd, zijn de vrouwelijke karakters altijd een symbool voor iets wat in de vormgeving is achtergelaten. Maar daar eindigt het niet mee. Want net zo goed als het mannelijke de toenadering heeft gedaan naar het vrouwelijke om het te bezwangeren, zo zal vervolgens het vrouwelijke een toenadering doen naar het mannelijke. Of om wat anders te zeggen en wel in uw wereld te brengen, al uw gedachten, die haalt u of die verrijkt u, die corrigeert u dankzij het feit dat er beelden op u afkomen. Dat u in een fysieke wereld staat met allerlei fenomenen die op u afkomen. Die geven u nieuwe gedachten. En dat houdt natuurlijk niet op bij het fysiek materiële. Ook de imaginaties die u in uw eigen gedachten maakt, de beelden die u in uw eigen gedachten maakt, die inspireren u, die zet u aan tot nadenken. U haalt dus uit die vormenwereld ideeën. En die voegt u bij uw oorspronkelijke gedachten. En zo maak ik een hele cirkel. Ik ben met een idee bij A begonnen. Bij de 12 van de klok. En ik ga tegen de klok in en bij undercast AB, daar wordt het vrouwelijke bezwangerd. Het mannelijke ontmoet het vrouwelijke. En dan in het tweede kwadrant van dat figuurtje is de embryonale groei. En bij B wordt de vorm geboren. Maar wat ik nu ga doen in de weg terug, ik ga de brug op de andere richting over. Bij het getal 3 was de wisselwerking. Ik telde nog niet het onderscheid of ik zo de brug over ga of zo. Ik constateerde alleen maar de wisselwerking in de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik ga nu weer subtieler nadenken met dit figuurtje. En dus is er een verschil tussen undercast AB of undercast BA. En zo kom ik als het ware door de geboorte van de vorm die als resultaat van mijn ideeën is ontstaan, tot een gecorrigeerde idee. Neemt u bijvoorbeeld een manager, die heeft een idee voor zijn bedrijf. Of dat idee functioneel is, dat weet hij pas als dat bedrijf draait. Dus pas als het bedrijf bij B draait, kan hij eraan beginnen om zijn conclusies te trekken. En te ontdekken, dat functioneert wel goed, dat moet ik zo houden, dat functioneert niet, dat moet ik gaan veranderen. Hij kan zijn conclusies en zijn correcties op zijn oorspronkelijke idee A pas maken als we in het derde kwadrant zijn gekomen. En in het vierde kwadrant voegt hij dat bij zijn oorspronkelijke idee. Hij komt dus bij een A plus uit. We vinden het ook in de Bijbel. God had een immens idee, het woord met een hoofdletter W. Maar eerst moest die wereld er zijn, die schepping er zijn, voordat hij kon concluderen dat het goed was. Deze beweging correspondeert overigens met de oude elementenleer, want in het eerste kwadrant zijn we bij het element lucht. De idee is bij de ouden met de lucht verbonden. En de embryonale groei, net als een embryo wat in het vruchtwater groeit, het tweede kwadrant, dat correspondeert met het element water. Bij B onderaan is de vorm daar en we komen bij het element aarde. En dan om uiteindelijk weer de ideeën uit die vorm te halen, te leren van die vormenwereld, dat vraagt de verwerking, de transformatie die het vuur kan teweegbrengen. We maken een cyclische beweging en die cyclische beweging die introduceert ook ogenblikkelijk het fenomeen tijd, want we zijn nu in de procesgang terechtgekomen. De enkelvoudige sinusoïde die ik nog had bij het getal 2 is nu een lopende sinusoïde geworden. En we mogen al de hele belangrijke conclusie trekken dat alles in de kosmos dus trilling is. Want dat yang en dat yin, A en B, zijn permanent met elkaar in wisselwerking. En dat in de complexiteit van het leven, die we bij het getal 0 erkenden,
daardoor oneindige combinaties en complexe vormen van trillingen ontstaan, dat is een verder gevolg van de differentiatie. Maar alles is dus per definitie trilling en dus energie. Of om het meer naar het leven toe vertaald te zeggen, alles ademt. En dus dat de kosmos uitdijdt, in de oude mystieke geschriften spreekt men gewoon van een ademende kosmos. En zal die uitdijing eens weer tot stilstand komen en weer tot een inademing enzovoorts. En zijn er oneindige vele kosmos. Eigenlijk ben ik nu al bij het getal 5. En het figuurtje komt weer terug. Dus u ziet ook hoe je steeds van het ene getal bij het volgende uitkomt. Want als ik zo'n cyclische beweging heb gemaakt, kom ik niet weer bij A uit. Ik heb toch wat geleerd. Dus ik kom bij A plus uit. Die manager die heeft geleerd van dat was niet goed, dat moet ik veranderen. Ja, en dan gaat hij dat natuurlijk weer in zijn bedrijf implementeren. Bij Undercast AB. En dan zal er bij B niet, hij komt hier niet meer B uit, dat bedrijf wordt anders. Dus dat wordt een B plus. En daar gaan we weer lessen uit trekken. En we gaan dus als het ware A plus plus krijgen uiteindelijk. Enzovoort, enzovoort. Het is dus geen cyclische beweging. Het is een spiraalvormige beweging. En nou gaan we een hele grote conclusie trekken. Want ik zei al, alles is trilling. Alles is energie en ademt. Maar alles is ook in ontwikkeling. En dat is een grote conclusie. U zult waarschijnlijk wel de dialogen kennen, of misschien voert u die zelf. Ja, de mens is toch altijd dezelfde geweest. Nou, dat is dus volgens deze redenatie niet juist. Daar gaan we heel uitgebreid over spreken. Want dat is natuurlijk net de hele clue. Om allerlei veranderingen die nu in de wereld spelen, hoe we daar tegenaan moeten kijken. We zijn bij, eigenlijk al, gaan we nu grenzen aan de thematiek waar het allemaal moet draaien. Hoe moeten we deze wereld bezien? Ik krijg nog een behoorlijk steuntje van moeder aarde. Van de natuur mee. Nou, niet eens naar moeder aarde. Van alle vormen in de kosmos die wij kennen. Want deze regelmatige, deze spiraalgewijze beweging, als je die grafisch wil uitdrukken, en dus wiskundig wil uitdrukken, dan kom je bij de logaritmische spiraal. Dat is een spiraal die deze beweging maakt, steeds een grotere straal krijgt. Maar die spiraal, die kan oneindig, weer oneindig vele vergrotingsfactoren hebben. Hij kan zo heel langzaam zich vergroten, maar hij kan ook in één keer een veel grotere vergroting krijgen. En wat doet de natuur? In alle levensvormen, of het nu een melkwegstelsel is, en laat ik maar meteen al het volgende plaatje er even bij halen. Of het nu een melkwegstelsel is, of een klein schelpje, of in de zonnebloem, of in de pauwenveren. Overal gebruikt de natuur maar één vergrotingsfactor. En welke is dat? Dat is degene die in de fasen die er vooraf zijn gegaan, dat die grootte net zo groot is als het stuk wat eraan toegevoegd wordt. Zodat er op elk moment van beschouwing balans is tussen het verleden en wat er aan het aankomen is. En die vergrotingsfactor die vinden we terug in niet alleen maar in de logaritmische spiraal, zoals daarboven, maar die vinden we ook terug daaronder in het pentagram en dat pentagram daar beneden. En de verhouding die eruit komt is die van de gulden snede. Die gulden snede, een half plus een half wortel 5, of in gewone getallen uitgedrukt 1,618, puntje, 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 enzovoorts. Die verhouding zit dus overal in de natuur. De hele natuur getuigt als het ware van of
middelste logaritmische spiraal of via de gulden snede dat de redenatie van hiervoor klopt. En dat dus alles volgens een bepaalde evenwichtige manier zich ontwikkelt. Mits, dat moet je erbij zeggen, het gaat om een ontwikkeling vanuit het eigen wezen, dus niet door invloeden van buiten bestookt. En dat is dus niet alleen maar in de natuur, maar het zit in onze armen, de verhoudingen tot en met de afstanden in onze vingers. Het zit bij de verhoudingen in de bladen van de bloemen. U kunt het bij de vissen vinden. Maar ook bijvoorbeeld in de kunstwerken van mensen. In de kathedralen, bij primitieve volken eveneens, in degene die een cello bouwt en zelfs bij mensen die auto's maken. Dit is het symbool van de volmaakte mens die volledig natuurlijk weet te leven. Hij staat in een pentagram en draai je het om, dan is dat in oude tijden het symbool van de duivel die juist alles kapot maakt. Even resumerend wat we gedaan hebben. Het mysterie dat door oneindigheid wordt gekenmerkt, waarschijnlijk door nog meer, maar tenminste door oneindigheid. En vooral denkt u niet alleen maar in afstanden, maar ook in de complexiteit. Het getal 1 is de bol die we gekozen hebben en dat wordt voor ons vanavond Moeder Aarde. En de zin daarvan is natuurlijk heel duidelijk, want wij worden aan alle kanten door de milieuproblematiek ermee geconfronteerd dat ons leven echt wel wat meer moet omvatten dan alleen maar zorg om de mens. We zijn met Moeder Aarde en al wat erop en erin leeft verbonden. Dat moet tenminste onze schaal zijn. Dualiteit, yang en yin, of zo uitgedrukt. De drie-eenheid in zijn twee aspecten die ik noemde. En bij de verbindende drie-eenheid introduceerden we al de wisselwerking. We gingen toen naar het getal 4, waarbij we zeiden, ja, maar het maakt wel uit of je de brug zo overgaat of zo. Of je van idee tot vormgeving gaat, of dat je uit de vormgeving je ideeën put. Zo kwamen we bij het 4. En toen ontdekten we dat dat niet een cyclische beweging is, maar een spiraalvormige. En daarmee kwamen we tot die hele belangrijke conclusie. Alles is in ontwikkeling. En daar wilde ik bij uitkomen. Ook al heb ik dit vorige week ook al gezegd, ik vind dit zo fundamenteel. Want als daar nog, dat is iets wat wij langzamerhand eens moeten gaan accepteren. En gaan inzien dat de mens vroeger heel anders was dan wij nu. En dat in korte tijd, in deze tijd waar alles zo snel gaat, de generaties zo anders worden, daar moeten we zicht op krijgen. Voordat we ons kunnen gaan concentreren op die bewustzijnsontwikkeling van de mensheid, en die zal ik u met een legende proberen, beter gezegd een mythe proberen, tot leven te brengen, hebben we nog wat gereedschap nodig. Ontwikkelingen kunnen evolutionair zijn en revolutionair. En dat onderscheid is heel belangrijk. Heeft ook alles te maken met wat er nu in de wereld gebeurt en met name in de brandhaarden op onze wereld en de confrontaties tussen culturen. Wat is het wezenlijke verschil? Omdat A steeds naar een A-plusje gaat en een volgend A++ enzovoort, kortom omdat alles verandert, moet die vorm ook elke keer weer veranderen. Een probleem wat de idee niet heeft, maar de vorm wel, is dat op een gegeven moment in die vorm de elasticiteit op is. Zolang een vormgeving, en dat kan om een mens gaan, die naarmate die ouder wordt, strammer wordt en bepaalde dingen niet meer kan, dat kan in een elastiekje zitten en dat kan in een hele cultuur zijn. Het is weer een universeel gegeven. Op een gegeven moment heeft de cultuur bijvoorbeeld niet meer voldoende elasticiteit om mee te kunnen gaan in alle nieuwe ideeën en gedachten waar die cultuur mee geconfronteerd wordt en dan barst die uit zijn voegen. Zolang die elasticiteit er wel is, is de ontwikkeling evolutionair. Maar op het moment dat die elasticiteit er niet meer is, dan moet die vorm helemaal verdwijnen. In dat kwadrant 4, daar was het element vuur voor onze oude mystici. Een kok transformeert
het eten. Dat is, je zou kunnen zeggen, een evolutionair proces. Hij moet het eetbaar maken. De smid gebruikt het vuur om het ijzer te buigen. Onze geestkracht, het vuur van ons denken en het vuur van ons hart, daar kunnen we de gevoelens en gedachten mee transformeren. Maar op het moment dat die vorm dat niet meer aan kan, dan moet het vuur zijn ultieme werking aanbrengen, dan moet het de oude vorm verbranden. De oude vorm moet volledig verdwijnen. En voor iemand die zich met die oude vorm heeft vereenzelvigd en daarvan houdt, of het nu een medemens is, of een cultuur, of een huis waar hij al zoveel jaren heeft gewoond, in hogere zin is het een zegen dat de oude vorm kan verdwijnen, want daardoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe vorm waardoor je verder kunt. En dit gegeven, dan zijn we al meteen bij de actualiteit van deze wereld. De vogel Phoenix is een symbolisch beeld voor dit revolutionaire proces. Want die vogel, Phoenix betekent overigens rood. En hij staat, laten we zeggen, die kleur is in de traditie overigens een symbool wat in heel veel culturen voorkomt. Dus bijna een universeel symbool. En die wordt vaak met de zon vereenzelvigd. Die elke morgen, stel u dat één levensvorm een dag is, dan komt die zon met zijn licht omhoog en de hemel wordt rood gekleurd. En in die dag wordt een cultuur opgebouwd, een dagcultuur. Maar u kunt het voor iedere schaal toepassen natuurlijk. Geboorte van een mens, geboorte van een cultuur. Tijdens die dag wordt door de vogel, zo zegt de legende, een nest opgebouwd. En hij leeft daar. Hij neemt vorm aan. Maar aan het eind van de dag steekt die vogel zelf zijn nest en zichzelf in de fik. En verdwijnt hij weer, net zoals de zon die ondergaat, in rood licht in de verte. Om de volgende dag weer terug te keren. Hij herrijst dan, zegt de symboliek, uit zijn as. Uit de as van de verbranding van de vorige dag. En we hebben hier een ongelooflijk belangrijke gedachte te pakken, die oeroud is in allerlei culturen terug te vinden is. Dat de oude vorm altijd weliswaar zijn vorm verliest, maar als vormloze essentie uit het verleden achterblijft. Dat is dat onsterfelijke deel wat wij altijd flauwekul vinden als we proberen nuchter te zijn. Maar de gedachtenwereld, de leringen van de oude frase, die blijven als vormloos, niet zichtbaar, niet concreet tastbaar, maar in niet-fenomenale zin achter. En daaruit herrijst de nieuwe vorm. Geen cultuur verdwijnt zomaar. Nee, de nieuwe cultuur zal altijd weer op basis van de verworvenheden van de oude cultuur in een nieuwe gedaante verder gaan. Met die gedachte komen we bij, ik heb het een paar namen gegeven. De tragiek van de traditiebewaarders. Oh, hoe actueel in onze wereld op het moment. Want wij zitten in een cultuur die in zijn eindfase is. En die zeer waarschijnlijk in een mondiale cultuur met heel veel differentiaties daarin zal overgaan. En al die pogingen om onze belevingswereld groter te maken, roept natuurlijk weerstand op, omdat het voor veel mensen te snel gaat. En juist diegenen die zich zo vereenzelvigd hebben met die oude cultuur, of met dat land Frankrijk, of het land Engeland, of het land Nederland, doet er niet toe. Juist diegenen die zich zo met die cultuur hebben vereenzelvigd, die raken in een soort obsessie en zij zijn juist degene die niet meer doorhebben wat de essentie van die cultuur is. Dat is de tragiek van de traditiebewaarder, maar laten we vooral in deze colleges proberen om niet ergens tegenaan te trappen, maar te begrijpen wat het probleem is van de mensen die nu problemen voelen.
Ik zal u het persoonlijk zeggen. Ik heb in mijn studententijd bij de opera gezongen. Opera is iets wat mij heel dierbaar is. Maar wat er van die opera over zal blijven, in de nieuwe cultuur zal niet veel zijn. En veel dingen zijn nu van wat ik 50 jaar geleden nog leuk vond. Als ik er nu naar kijk, denk ik, ja, dat kan gewoon niet meer. Iets wat ik heel tragisch vind. De oude theatercultuur waar ik mee verbonden ben, zal die blijven? Dat zijn zulke kleine probleempjes ten opzichte van mensen die hun hele wereld in elkaar zien donderen. En ze komen dus in de problemen. Het is de tragiek van de traditiebewaarders. Ik ga het nog tragischer maken. Als u wil dat een veer heel erg omhoog schiet, als symbool voor dat er een enorme vernieuwing moet komen, willen we verder kunnen in deze wereld. Wat moet je dan doen met die veer als je wil dat hij omhoog schiet? Nou, dan moet je hem dus juist naar beneden drukken. De conclusie is dus dat die weerstand die traditiebewaarders zo steeds meer en sterker gaan tonen, zij zijn juist degene die de versnelling voor bieden om die doorbraak te maken. Zij versnellen juist het proces wat ze tegen proberen te houden. En uiteindelijk zijn zij juist degene die het oude slopen. Dat zijn grote mechanismen. Merkt u hoe ik nu bezig ben? Net zo goed als Newton die formule zocht achter die kogelbaan. Die formule is niet zichtbaar. Maar pas als je die formule kent, weet je wat je moet doen om die kogel bijvoorbeeld verder te laten neerkomen. Je moet juist het geestelijke, het onzichtbare mechanisme achter de vormenwereld zien te ontdekken, wil je überhaupt in de vormenwereld iets kunnen veranderen en goed kunnen beoordelen. En dus is er zowel een tragisch als een hoopvol gegeven achter het feit dat er op het moment zoveel reactionaire bewegingen in de wereld zijn. Het is o zo begrijpelijk en het is een tragiek voor veel mensen, want ze kunnen de ontwikkelingen niet aan. Tegelijkertijd is het een aankondiging dat er nu in een sneltreinvaart iets wordt afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe. Ik kom toe aan het hoofddoel van deze avond, de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. En ik heb nu twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat alles ademt, alles in ontwikkeling is. Heb ik een moment, hoor. Ja, is goed. En dus ook de mensheid in een ontwikkeling verkeert. Maar het geldt niet alleen voor de mensheid, het geldt ook voor een grotere schaal. En die hebben we straks nodig, heb ik u al een paar keer gezegd. Ook Moeder Aarde is dus in ontwikkeling. Ook Moeder Aarde maakt zo'n ontwikkeling door van A en B. En ook ons planetenstelsel. En wij zijn een onderdeel daarvan. De schaalkeuze die wij gaan maken is Moeder Aarde. En u zult dadelijk merken hoe belangrijk dat is. Ik moet nog twee dingen erbij halen om het verhaal dadelijk logisch en compleet te maken. Twee neveneffecten die optreden op het moment dat een idee tot in de fysiek-materiële wereld vorm aanneemt. En dat geldt voor ons leven, onze fysieke gesteldheid en voor wat er op aarde gebeurt. Het eerste is overschaduwing. En het tweede effect is verbrokkeling. En beide moeten even ter discussie komen. Eerst de overschaduwing. Stel, het gele is A en het bruine is B. In eerste instantie is B helemaal, vooral aan de onderste rij is het zichtbaar,
In eerste instantie is die idee helemaal overschaduwend, helemaal B aan het overschaduwen. Je ziet alleen maar de idee. Maar naarmate we in die cirkel naar beneden gaan en uiteindelijk bij B uitkomen, zal het zo zijn dat B, de vorm, de idee volkomen overschaduwt. En dan kom je in de situatie van de puur materialistisch denkende mens. Het eerste balletje is de mentaliteit van de nirwana-zoeker. Die zegt, die hele fysieke wereld, dat is allemaal flauwekul, alleen maar een zinsbegoocheling. Zij zijn twee extremen. Maar in wezen is het andere er altijd ook. Of je dat nu doorhebt of niet. Dus zowel de nirwana-zoeker, die het aardse leven flauwekul vindt, als de materialist, die de niet-fenomenale wereld flauwekul vindt, zij denken allemaal in de geest van links bestaat niet, want ik kijk alleen maar naar rechts. Waar het ons moet omgaan, wat leeft er nou in die mens onderhuids? Wat is de wiskundige formule achter de kogelbaan? Het mechanisme achter onze cultuurbotsingen? Want wat ik u net vertelde van die tragiek van die traditiebewaarders, dat zie je ook niet, dat kan je niet aanwijzen. Dat ontdek je alleen maar als je de formule kent. Maar ook bijvoorbeeld in muziek. De grote componist Mahler die had het grapje om aan zijn leerlingen te vragen, wat staat in de partituur? En dan was het antwoord, alles. Nur nicht das Wesentliche. Die nootjes die zijn alleen maar een kapstok. Maar wil je er muziek van maken, dan moet je dat daar uithalen. Als ik u alleen maar als een berg moleculen zou zien en niet zou proberen te begrijpen wat er in u leeft, hebben wij geen aangename dialoog en menselijk contact. Maar dat is niet fenomenaal. Het is al aardig dat de oude Germanen, en daar gaan we straks ook wat mee doen, die hebben dit erkend. In hun mythologie is de oudste godenschaar die ze erkenden, dat waren de wanen. Dat waren goden die ze alleen maar konden wanen. Neemt u dat woord. Als het ware een vagelijke beleving van hebben. Maar naarmate die mensen concreter in het leven kwamen te staan, gingen zich ook van hun goden concretere beelden maken. En wat gebeurde er met de oppergod van die wanen? Of liever gezegd, de wanen werden opgevolgd door een andere godenschaar met andere kwaliteiten. Dat werden de azen. En de oppergod der azen, Odin of Wotan of Wodan, hoe u hem wil noemen, hoe verschijnt die? Zo. Eén deel van het leven is niet meer in de beleving meegenomen. Wordt niet meer meegenomen. De verdichting, de materialisatie waarin men terecht is gekomen, heeft als het ware de geestelijke wereld, die wordt er niet meer bijgenomen. Er wordt een deel van het leven weggecijferd. Denkt u weer aan die superpositie in de natuurkunde, en zo'n subatomair deeltje wat zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend is, op het moment dat we een waarneming gaan doen, dus het totale gegeven in de fysieke wereld trekken om het te kunnen waarnemen, gaat één van de twee voor onze beleving verloren. En dan nog een stap verder, als het verhaal de mensheidsontwikkeling een stapje verder gaat, krijgt hij ook nog een hoed op zijn hoofd. Dat betekent dat de scheiding tussen de hogere wereld en zijn bewustzijn nog verder wordt afgedekt. Zo zien we dat dit soort gedachten niet alleen maar in onze tijd geboren kunnen worden, maar heel oud zijn. Dat was het eerste effect, neveneffect van de vertaling in de fysieke wereld. En nu het andere, dat is verbrokkeling. Nou ja, ik heb er maar een paar bij elkaar gezet. Een van de aspecten, een van de effecten van een afdaling in de fysieke wereld en in de materiële wereld is dat alles schijnbaar verbrokkeld raakt. Schijnbaar, in hogere zin blijft het een eenheid. Een berg lava stroomt, ziet er als een eenheid uit, maar als die aarde kouder wordt en ook nog als het opdroogt, dan komen er barsten en dat worden brokstukken. Of verdichting is ook natuurlijk afkoeling.
water, damp worden druppels. Of door grote druk, wat ook een vorm van verdichting is, gaan edelstenen ontstaan. Of door verstarring in denken. De Brexit bijvoorbeeld. Of, als ik het in de tijd zeg, Vader Jacob, Vader Jacob. Een melodietje. Vader Jacob. En als ik het nou nog langzamer doe, en 5 minuten wacht, u begrijpt wat er gebeurt. Dan heb je niet meer door dat dat eigenlijk een melodietje is. Maar dat is het wel. Afdaling in de fysieke, materiële vormenwereld brengt met zich mee dat iets wat eigenlijk een eenheid in hogere zin is, verbrokkeld gaat lijken. En dat is bijvoorbeeld met ons planetenstelsel gebeurd, wat eerst één grote gaswolk was. En op een gegeven moment gingen daar brokstukken zich afscheiden. Maar het draait allemaal nog om die ene zon. Blijkbaar is er dus een kracht. En natuurlijk, daar hebben we nu tegenwoordig met de natuurkunde namen voor. Maar er is een onzichtbaar gegeven, wat wij met een formules wel erkennen, wat toch zorgt dat al die planeten rond die zon blijven draaien. En datzelfde geldt voor Moeder Aarde. Moeder Aarde is nog steeds een eenheid door de aantrekkingskracht alleen maar hier op aarde. Maar het bestaat tegelijkertijd uit oneindig veel verschillende levensvormen en deeltjes enzovoorts. Nou zijn we voorbereid voor de mythe. Dit is overigens ook de golfdeeltjesproblematiek, hè? Waar ik al eerder over sprak. Die kromme die er is, welke kromme het ook mogen zijn, op het moment dat je een waarneming doet, haal je één van de mogelijkheden eruit. Die haal je in de verdichting, die kristalliseert uit. Die mensheid die dus nu in dat hele proces, wat ook Moeder Aarde doormaakt, namelijk steeds verder de verdichting ingaan, die wordt geconfronteerd met 2 gegevens. Hij wordt in de verbrokkeling gezogen, terwijl in hogere zin alles nog een eenheid is. Wij zijn allemaal los van elkaar staande mensen, ja, fysiek. Maar de gedachte is dat we in hogere zin allemaal met elkaar verbonden zijn. Alleen dat is niet fysiek waarneembaar. Dat is niet concreet aan te tonen. Maar dat kan die formule van die kogelbaan ook, die is ook niet concreet aan te tonen. Die kan je constateren, dat is wat anders. En nu dan dat verhaal. Het verhaal wat ik u ga vertellen is een mix van 2 oude mythen. En de eerste is de ring van de neveling, een oude Germaanse mythe. En de tweede is een Keltische mythe, die van Tristan. Tristan en zijn geliefde Isolde. Ik begin met de ring van de neveling. En de titel zegt u al meteen in wat voor ver vervlogen tijden ik terugga. De aarde is nog door nevels omhuld. Moeder aarde is nog niet in haar verdichtingsproces, dus de afdaling tot in B van het figuurtje met de 4 kwadranten, zo ver afgekoeld dat de nevels zijn gecondenseerd tot de ons bekende oceanen en rivieren. Maar dat proces is wel gaande. En onze voorouders, die er zeker nog niet zo uitzagen als wij, omdat in hen wat anders leefde en ze dus corresponderend er ook anders uitzagen. Hun A was anders dan ons A en dus was hun B ook anders dan ons B. Want iedere vorm is een verbeelding in de vormenwereld van A. Net zoals een schilderij een verbeelding is van een gevoelswereld, een gedachtenwereld. Een compositie, net zo. Onze voorouders leefden in die nevels. Maar het proces van verbrokkeling begon enige vorm aan te nemen. En dus in die voorouder van ons, die verder nog niets beleefde,
Je zou het ook anders kunnen zeggen, dat brokstuk van totale moeder aarde, dat ging ervaren dat het langzamerhand loskwam van andere brokstukken. En ging als het ware in de waan verkeren. Een eerste vorm van diep onderbewust zelfbewustzijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Een eerste wanen van een afgesloten eenheid te zijn. En daar gebruikten de oude Germanen het beeld voor dat de neveling zich een ring smeedde. Een klein stukje van het totaal geïsoleerd gingen ervaren, zij het diep onderbewust. U moet totaal niet uitgaan van ons bewustzijn. Diep onderbewust een klein stukje van het geheel ging isoleren en daar zich het middelpunt van gingen wanen. En dan zijn er, en dat komen we in meerdere culturen tegen, twee symbolische beelden voor die mens, die oermens, die begint die ring te vullen. En het eerste beeld is de jager en het tweede beeld is de held. Wat doet de jager? De symbolische jager. Heel veel grote verhalen uit de oude tijd, die dus de oude tijd beschrijven, beginnen met een mannetje, mannelijk karakter, dus een A, waar het proces dus eigenlijk mee begint. Een eerste vorm van een idee, die gaat jagen. De pijlen zijn de gedachtenflitsen die hij heeft. En de boog is de spankracht van zijn denkvermogen. Hoe zwak dat ook mogen zijn. En hij probeert zich dieren buiten te maken. Dieren staan symbool voor datgene wat in de buitenwereld te vinden is en wat hem iets over het leven kan vertellen. Die jager die probeert dus als het ware, en deze beweging is heel belangrijk voor straks, die probeert iets van buiten zijn ring in zijn ring te brengen. Door te jagen op datgene wat iets van het leven te vertellen heeft. Een tweede symbolisch beeld, wat veel meer hoort bij de, wanneer het proces verder is toegenomen, en de belevingswereld binnen die cirkel krachtiger is geworden, is de held. Wanneer ben je een held? Je bent een held op het moment dat je meer bent dan je buurman. Dat jouw cirkel inhoud zich duidelijk onderscheidt van de inhoud van die van de ander. Maar steeds is het deze beweging van alles naar binnen proberen te halen. Juist om uiteindelijk een zo groot mogelijke jager of held te worden. Symbolische verhalen zijn, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, per definitie zo logisch als een wiskundige formule. Net als die formule van die kogelbaan. Anders deugen ze ook niet. Zo moet je die verhalen ook bezien en zo ook nu ik bij Tristan kom. Want Tristan is per definitie, dat moet u dus absoluut zien, niet een beetje, want het gaat niet om een mens. Het gaat om een symbolisch beeld wat in absolute zin de formule wil tonen. Tristan is per definitie de grootst denkbare held die maar voorstelbaar is. Dan is dus, als je het beeld van een veer neemt, het jagerdom maximaal. Het heldendom maximaal. Hoger kan niet, want anders zou het niet maximaal zijn. Er moet dus iets met Tristan gebeuren. Het beeld van de veer is duidelijk. Want de veer geeft juist aan dat als je maar ver genoeg uittrekt, dat op een gegeven moment de reactiekracht zo in protest is gekomen, dat hij een verdere uitrekking niet meer toelaat en dat die veer door de innerlijke opgebouwde reactiekracht omlaag gaat. Maar wat is dan die reactiekracht in dit proces van die jager en die held? Het proces van onze voorouders. Ik heb u één ding nog niet verteld. De mythe van de ring van de neveling zegt dat vanaf het moment dat die neveling, hoe vaag ook, want dat is natuurlijk onbeschrijfelijk vaag in het begin, hij die cirkel trekt, hij de liefde geweld gaat aandoen. Wat is daar de logica van? De liefde is in deze betekenis de kracht die alles bij elkaar houdt. Dus wat
de aantrekkingskracht tussen de zon en de planeten is. Of de zwaartekracht hier op aarde. Zo is in de liefde, wanneer we het vertalen naar de belevingswereld van de mens en de insteek van de mens, is de liefde de kracht die alles bij elkaar houdt. Maar die mens die die ring smeedde, die wist nog van niks. Hij had alleen maar een heel vaag, onderbewust onderbuikgevoel van, ik sta een beetje los van de rest en ik ga me op dit stukje concentreren. Maar nou zijn we bij Tristan, die grote held. Daar is dus de liefde extreem weggedrukt. En hij wordt ook overvallen door de liefde en ook zo zijn Isolde. Zij komen allebei uit een cultuur waar de liefde nog niet wordt gekend, want alles moet eens voor het eerst worden ontdekt. Begrijpt u goed, ik heb het niet over de zinnelijke drift. Ik heb het ook niet over de liefde voor je vaderland of voor je familie. Dat zijn van buitenaf opgelegde normen waar je al dan niet graag aan overgeeft. Nee, ik heb het over de liefdeskracht. En dat is heel wezenlijk dat we dat onderscheiden van al die andere interpretaties. De liefdeskracht dat je één weet met de ander. En zelfs dat je zoveel kracht eruit dat weten en voelen kunt putten, dat je een wezenlijke verbinding op kunt bouwen en die ander als het ware met jouw energie kunt versterken. Dat werd nog niet gekend. Zowel Isolde als Tristan komen uit culturen waar het heldendom de hoogste deugd is. Wat gebeurt er? En ze mogen sterven wanneer natuurlijk uiteindelijk in die cultuur is gaan dagen dat er een immense revolutie heeft plaatsgevonden, want er is een kracht vrijgekomen die men daarvoor nog niet kende en die is ten minste zo groot als het heldendom van Tristan. Nou, dat is gigantisch. Wat is het wat hier gebeurt? Wat ontdekt Tristan? Hij doet een verbijsterende ontdekking. Namelijk, daarvoor dacht hij, ik ben toch alleen maar wat daar binnen die cirkel te vinden is. En nu, en neemt u de volgende woorden heel letterlijk. Hij ontdekt dat een wezen, een mens in dit geval, die buiten zijn ring staat, dat hij een wezenlijke, letterlijk nemen, een wezenlijke verbinding heeft met zijn ringinhoud. Ik was toch alleen maar wat binnen die ring was. De liefde doet ons ontdekken dat een andere mens een wezenlijk onderdeel van ons is. En naast deze beweging komt er nu deze beweging voor het eerst bij. Die ringomtrek is inmiddels bij Tristan natuurlijk zo bikkelhard als het maar kan. In tegenstelling bij die neveling was dat nog heel vaag. Maar dat heldendom van hem is zo groot dat hij met niemand te vergelijken is. Dus die ringomtrek die maakt een ongelooflijke scheiding. En toch slaat de liefde daar een bres doorheen. En dan komen de grote wijsheidsleraren die met iets nieuws komen. Want anders zou het geen grote wijsheidsleraar geweest zijn. Boeddha komt met iets nieuws. Jezus en komt met iets nieuws. En of Jezus nou echt bestaan heeft of niet, daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om de boodschap. Dat iemand over de liefde begint te spreken op een manier die nieuw is. En dat was voor het mededogen van Boeddha ook. En alle grote filosofen, zoals een Lao Tse bijvoorbeeld, of de grote wijsgeren van de Griekse cultuur, 500 voor Christus. Het is pas 2.500 jaar geleden, Boeddha leefde ook in die tijd ongeveer, dat men over empathie ging praten, mededogen en liefde. En deze mensen zeggen, dan moet je niet één bres door die keihard geworden cirkelomtrek slaan. Nee, je moet met meer mensen en uiteindelijk met al wat leeft een liefdesverbinding weten op te bouwen. U begrijpt dat ik nu in een razend tempo onze tijd aan het voorbijgaan ben en nu naar de visionaire toekomst ga kijken. Want daar hebben wij nog heel veel moeite mee.
Maar uiteindelijk in de visionaire toekomst, en dat is natuurlijk een utopisch beeld, dat wil zeggen nooit bereikbaar, maar het utopische beeld is belangrijk omdat je weet, de hazen, of wij dat nou leuk vinden of niet, maar wij zijn een onderdeel van een groter proces, van een planetair proces, dus de vraag is niet of het zal gebeuren, het gaat gewoon gebeuren. En wie eigenwijs is, wordt overdonderd door krachten van planetaire maat. Al zijn er een paar miljard mensen eigenwijs. Het gaat gewoon gebeuren. We moeten die kant op lopen. Het grote mechanisme, de bol die ik gekozen heb, waar ik van uitgegaan ben, Moeder Aarde, vraagt het gewoon van ons. Dat we uiteindelijk door oneindig vele brissen die hele cirkelomtrek hebben doen verdwijnen. En dan ontstaat het beeld wat de inverse is van de oorspronkelijke cirkel. De oorspronkelijke cirkel was die ring met een middelpunt. En in het visionaire eindpunt is het net daar het tegendeel van, de inverse. Door oneindig vele bressen is de hele cirkelomtrek verdwenen. En het middelpunt is, en nu weer het woord letterlijk nemen, door vereenzelviging, door de liefde daartoe in staat, is het middelpunt nu overal. Een heel oud symbool, zowel voor de godheid als voor de meester over het leven. En zo kom ik bij die beelden. U ziet van de in zichzelf gekeerde mens naar het symbooltje wat ik nu al bijna 30 jaar gebruik, van de mens die naar buiten gekeerd is. Want die jager en die held die waren alleen maar bezig met deze beweging. Terwijl de meester des levens, die gaat juist vanuit eigen bron naar buiten met zijn liefde de verbinding proberen te herstellen. Ik weet niet of er onder u mensen zijn die de tarot kennen, maar dat is een kaartenspel en dat is natuurlijk ook weer in de ogen van velen zweverij. Ja, als je de gewone populaire boekjes erover leest. Maar daar wordt op een andere manier deze hele levensweg die ik nu op deze manier heb getekend ook uitgedrukt. En de eerste kaart is de kaart van de dwaas. Niet in de zin van stommeling, maar die neveling die nog niks weet en die gewoon zo door de wereld gaat. En het grote systeem zorgt ervoor dat hij zijn weg gaat, de weg die hij moet gaan. Maar uiteindelijk is daar de mens die vanuit eigen bewustzijn net zo in het leven kan staan. De winst voor Moeder Aarde is dat daar dus mensen komen die als het ware het bewustzijn op Moeder Aarde verhogen, omdat zij dit aspect van het bestaan hebben geleerd en daarna hebben weten te leven. Dat is het utopische idee waar we naartoe moeten gaan. Er zijn een aantal dingen die je nog kunt zeggen. We gaan dus van een gesloten ring naar een open ring, de open ring van de meester des levens. Met alles vallen en opstaan, en het is nog een lange weg, daar gaat het niet om. Maar waar het mij om gaat is dat we dat perspectief voor ogen hebben. En dat iedereen die daar de rem op zet, het proces alleen maar versnelt. Want hij is dan degene die of de traditiebewaarder is met zijn tragiek, of misschien zelfs de sloper. Maar allebei zorgen ze ervoor dat het proces zich alleen maar versnelt. Een van de redenen is dat degene die zich lang gaat verzetten steeds ridiculer in zijn gedrag wordt. Iets wat Shakespeare in zijn Romeo en Juliet heeft aangegeven, heb ik geloof ik de vorige keer over gesproken. En Richard Wagner in zijn Meistersinger. Ook een basale formule. Wie zich verzet tegen de lijn die, waar wij allen aan onderhevig zijn, krijgt het te verduren. Van een onbewuste beleefde eenheid tot een bewust beleefde eenheid van alle leven. Van een onbewust beleefd paradijs tot een hemel op aarde. Natuurlijk allemaal utopisch gezegd. Maar het gaat erom dat we begrijpen en gaan inzien dat dat de richting is. En dat wij niet mensen,
hoe vaak hoor ik dat niet? Oh, we zijn daar toch niet toe in staat, we maken er toch een puinhoop van, misschien gaat die hele aarde wel kapot. Alsof moeder aarde zo aan de mens onderhevig is. Wel, dat is dan voor na de pauze. Ik ga u nu een pauze gunnen. Ik wou u straks na de pauze als het ware al een idee geven van wat de volgende twee voordrachten zal gaan vullen. Want u heeft begrepen dat die hele bewustzijnsontwikkeling van de mensheid in twee delen uiteenvalt. Een eerste fase met dit en een tweede fase met dit erbij. En u zult merken, en ik zal dat na de pauze helemaal uitwerken, althans welke thema's er allemaal uit voortkomen. Maar dan hebben we zo'n beetje, ik sla maar een slag, 70-80% van de thema's die u en ik dagelijks ons afvragen, wat gebeurt er, waar de kranten van vol staan, kunnen we dan aangrijpen en kunnen we gedachten over ontwikkelen. Want wat er in onze wereld nu gebeurt, heeft alles te maken met die immense wisselomzetting van alleen maar deze beweging naar naast deze beweging ook die beweging. En de vele verschillen in fase waarin de mensen op deze wereld in die wisselomzetting verkeren. Bovendien wil ik u na de pauze de gelegenheid geven om vragen te stellen. En ik zal weer eindigen met een, ik denk voor u, heel intrigerend groot muzikaal fragment wat tot nadenken zet. Nu gun ik u van harte een pauze. Dames en heren, ik wil beginnen met een muzikaal fragment, een lied van Schubert. En dat lied, dat wil ik u laten horen, omdat het naar mijn idee ons kan helpen om ons de vraag te stellen, wat is kunst nou eigenlijk? In dit gedicht is eigenlijk de houding van de dichter, kunst, ik ben je zo dankbaar, want dankzij jou ben ik bij machten om idealen die ik heb, ik ben bij A in het cirkeltje met de vier kwadranten, ideale ideeën die ik heb en die in de wereld nog geen gestalte kunnen nemen, dankzij jou ben ik in staat om er toch al, zij het dan in kunstvormen, een verbeelding aan te geven, een beeld te creëren. Want dat heeft als gevolg dat niet alleen maar die kunstenaar daardoor zelf zijn eigen idee scherper onder ogen te krijgt en daar dus ook verder op voort kan borduren, maar ook dat anderen, het publiek, met de ideeën van die kunstenaar die geïnspireerd is, zich kan verrijken. Wat ik in de komende colleges steeds meer zal gaan doen, is dat ik grote composities die van heel verrijkende gedachten getuigen, om die aan u te laten horen en daar een duiding aan te geven. Niet mijn persoonlijke mening, maar datgene wat daar toch eigenlijk in verscholen ligt. Ook dat is een niet gebruikelijke benadering, dat weet ik. Daar heb ik mijn hele leven last van, maar dat neem ik op de koop toe. Die grote kunstwerken, ik heb u al gezegd, die zijn zo logisch als het maar kan. Toneelstukken van Shakespeare, opera's van Richard Wagner, symfonieën van Beethoven, ze staan als een huis en ze geven gewoon formules weer. En dankzij die grote wijsheden die erin verscholen liggen, hebben wij onderbewust als een schoonheidservaring die werken steeds geconsumeerd. En dat heeft in ons onderbewustzijn gewerkt. En dat hadden we nodig, want altijd moet eerst in de onderbewustzijn, net als een embryo in het vruchtwater, eerst een onderbewuste ontwikkeling moet doormaken, alvorens het op aarde geboren kan worden. Zo moet ook iedere gedachte die wij kunnen ontwikkelen, eerst in het onderbewuste een soort embryonale groei doormaken. En die grote kunstwerken, die hebben niet ons bewustzijn aangesproken. Want de duiding van die werken is tot nu toe minimaal. Maar wel onderbewust, want anders hadden we niet daar zoveel schoonheid in gevonden. Dit is een gedachte van de grote Duitse idealistische dichter Schiller, dat schoonheid eigenlijk een door het onderbewustzijn erkende en
geconstateerde waarheidservaring is. Als er schoonheid wordt ervaren, dan, zegt Schiller, dan betekent het dat ons onderbewustzijn in dat kunstwerk waarheid herkent. Maar zolang het nog niet op aarde geboren is in de vorm van een concrete gedachte, kunnen we er niet mee spelen. Dan hebben we de formule nog niet te pakken. En die formule hebben we nodig om onze wereld aan te kunnen snijden en goed te kunnen reageren op de dingen die over ons heen komen. En daarom ben ik van mening dat het onze taak is om nu in een nieuwe fase die grote kunstwerken niet alleen maar als schoonheidservaring te consumeren, en ik bedoel te consumeren niet negatief, te beleven, maar ook naar ons dagbewustzijn de diepere betekenis te halen. Dat zal ik dus ook verschillende malen doen en daarmee zal ik ook deze avond afsluiten. Ik ben een theaterman geweest en het gaat mij aan het hart als ik zie dat als er weer ergens besnoeid wordt, op een orkest of zo, dat dan eigenlijk die hele muziekwereld niet bij machte is om bij de rationele mensen de zin van kunst duidelijk te maken. En dan zie ik weer op een plein een stukje van dat orkest, zie ik daar mooi muziek spelen. Maar dat werkt natuurlijk niet, want die beslissers die hebben keiharde argumenten nodig. Hier staat het argument. En wat ik u net zei. Het biedt de mens die inspiratie kan hebben, om die inspiratie in een concrete vorm vast te leggen, dus van A naar B te gaan, en aan niet alleen zichzelf, maar ook de omgeving, die inspiratie over te brengen. En de grote kunstwerken, daar liggen allerlei formules over het leven voor het grijpen. Daar liggen antwoorden. Om nog een knuppel in het hoenderhok te gooien. Filosofie is in de praktijk niet eigenlijk gebleken te zijn wat het woord zegt. De grote filosofen vanaf de Grieken hebben ons leren denken. Ontwikkeld en gestuurd om te denken. Maar hun levensbeschouwing, die verbleekt totaal bij de vergaande levensinzichten van de grote kunstenaars. Alleen dat hebben we nog niet blootgelegd en dat moeten we nu langzamerhand eens gaan doen. Hebben we nodig. Wel, luistert u even naar dit fragment, dit lied, maar ik hoop ook dat u erin voelt hoe wezenlijk de dankbetuiging van de dichter is. Thank you.
Ter afsluiting van het filosofische gedeelte van deze avond. Wat betekent het dat we van die oude orde overgaan in de nieuwe orde? Want zo spreek ik over de eerste en de tweede helft van die totale bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. Dus je zou kunnen zeggen de tijd totdat Tristan door de liefde werd overvallen. Een schematisch beeld voor een proces wat op onze aarde natuurlijk bij allerlei mensen op een ander moment intreedt. En dat is de bron van zoveel conflicten op het moment. Maar laten we ons eerst eens goed realiseren met een paar gedachten wat hier gaande is. De volledige uitwerking, daar zal ik twee hele colleges aan wijden. Met heel veel muzikale fragmenten, maar ook met heel veel verbindingen naar ons maatschappelijke gebeuren. Want het lijstje wat ik u dadelijk geef, zal behoorlijk wat opsommen, zodat u al een idee heeft waar het over gaat in de komende colleges. Het is een immense revolutie. Het is niet een evolutionair proces, nee, het is een volkomen wisselomzetting. Het is niet een beetje een graduele verandering van denken en levensbeschouwing. Het is een principieel andere levensbeschouwing. Een innerlijke wereld wordt geopend. Want daarvoor was het deze beweging. En nu wordt het van binnenuit naar buiten. Dat is niet in één keer gebeurd, nee. Daar zijn eeuwen en eeuwen voor nodig. Alleen maar de erkenning dat die innerlijke bron er is, is het grote probleem. Ik zal u de volgende keer daar een prachtig fragment uit laten horen uit een zangwedstrijd in de middeleeuwen door Wagner bezongen in zijn Tannhäuser. Waarin juist de aarzeling was, en dat is om die innerlijke bron aan te gaan boren en de erkenning te gaan doen dat alles wat daar buiten te vinden was in de oude orde, dat dat gespiegeld ook in ons te vinden is. En u aan te geven hoe actueel dat is. Niet alleen maar dat we een uiterlijk gevecht naar een innerlijk gevecht gaan omzetten. Dat de vergelding die van buiten moet komen, dat die in omgezet wordt in wroeging. Dat we op allerlei manieren de verbinding met de wereld erbuiten moeten maken en niet alleen maar onszelf moeten opbouwen. Maar het ultieme daarvan is natuurlijk dat ook die godheid daarbuiten, dat die zij in ultieme utopische zin, dat die ook in ons te vinden is. Zo kom je bijvoorbeeld ook bij het idee dat eerst de monotheïstische godsdiensten moesten worden geïntroduceerd, alvorens de overstap gemaakt kon worden. En dan, dat is toch blasfemie voor het oude denken, om te denken dat die God vandaar gespiegeld in iedere mens te vinden is. We zitten midden in de actualiteit van deze wereld. Waarin velen nog helemaal hun houvast bij de buitenwereld hebben. En anderen die houvast in zichzelf gaan zoeken. En dat is met het Joodse monotheïsme begonnen. De christelijke boodschap speelt een rol. En natuurlijk ook de boodschap van Mohammed. Niks gebeurt voor niks. En zulke grote bewegingen als nu in onze wereld plaatsvinden, die zijn er niet voor niks. Die hebben een betekenis. Wat is het mechanisme erachter? En we hebben daar goed op te reageren en niet geborneerd omdat wij maar een heel klein stukje van de ontwikkeling van de mensheid zien. Net zo goed als een kind van 3 jaar niet moet boos worden omdat het niet weet dat 3 x 3 = 9 is. Degene met het hoogste bewustzijn heeft ook de grootste verantwoordelijkheid, heb ik de vorige keer gezegd. En dat moeten we ons steeds weer voor blijven houden. Dus de innerlijke wereld blijkt steeds meer de spiegeling van de buitenwereld te zijn. De mens leeft steeds actiever en bewuster vanuit zijn eigen innerlijke wereld. Leven vanuit de impressies uit de buitenwereld was de oude orde. Leven vanuit de binnenwereld naar de buitenwereld toe is de nieuwe orde. En dan, waar we het de volgende keren over kunnen gaan hebben. Ik ga het niet uitwerken, maar ik wil u alleen maar een idee geven van waar dit het gereedschap voor toe is. Op het moment dat die mens die innerlijke bron een beetje begint open te breken, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij ontdekken? Natuurlijk individualiteit. Gaat hij nog verder opbouwen.
Maar dat betekent ook dat hij steeds meer kwaliteit in zichzelf vindt en daardoor autoriteit, maar dan in zuivere zin ontwikkelt, vermogens ontwikkelt. Hij komt vrij van steeds meer uiterlijke zekerheden. En dat bedoel ik niet alleen maar dat je dus overal financieel tegen kunt verzekeren, maar ook dat je dus, als je afgestudeerd bent, dan ga je bij dat bedrijf werken en dat doe je tot je 65ste. Nee, u ziet het al aan de jonge generatie, die heeft er veel steeds minder behoefte aan. Maar daar houdt het natuurlijk niet bij op. Normen, deugden, die worden van buiten opgelegd. Nee, ik heb mijn eigen moraal, mijn eigen deugden, wat mijn geweten me ingeeft, dat ga ik doen. Het stimuleert dus ook de integriteit van de mens. We gaan het ook van elkaar vragen. En, wat ook heel aangrijpend is, dat is ook een grote jongen die ik nou uitspreek. Geloof, dat is toch op basis wat anderen jou opleggen. Ja goed, je kunt misschien heel vrijwillig dat doen. Maar geloof is omdat het gezegd wordt, omdat het in een wijsheidsboek staat. Hoeveel mensen zijn dat niet ook aan het omslaan? De mensen zijn niet minder religieus geworden. Maar dat wordt anders beleefd. Individueel geloof. Ontkerkelijking wil niet zeggen dat de mensen minder religieus zijn. Maar die tegenstelling tussen diegenen die nog in de oude orde zitten en diegenen die in de nieuwe orde zitten, die is bikkelhard in onze wereld aanwezig. En dat is niet iets absoluuts. Dat zit in een proces van overgang. Wroeging. Ik heb u de vorige keer verteld van Hamlet. Nee, is nieuw? Wel. Dat dus de vergelding, die moest vroeger, de correctie, moest vroeger van buiten komen. Omdat wroeging nog niet opgebracht kon worden. Orestes en Elektra waren nog helden toen ze hun moeder vermoorden om hun vader te vergelden. De moord op hun vader te vergelden. Hamlet, thema van Shakespeare, is dat hij in de overgang zit. En door toneelspelers laat hij de moord op zijn vader naspelen, ten overstaan van zijn moeder en zijn oom die die moord op hun geweten hebben. En bij zijn moeder gaat de wroeging spelen. Dat wil zeggen dat het innerlijke geweten gaat spelen. Die oom moet hij nog op de ouderwetse manier doorsteken. Vergelding was dus in oude tijden een deugd. Ook zo actueel als het maar kan. Want het Marokkaanse jongetje wat zijn zusje vermoord, omdat ze de eer van de familie heeft verkwanseld in zijn ogen, in de ogen van de familie, doet dat niet omdat hij het zo leuk vindt, maar hij zit nog in de oude orde. Niet om het goed te praten, maar wel om het te begrijpen. Het vermogen tot inleving, empathie, tot vergeving kunnen komen, tot verzoening kunnen komen. En uiteindelijk het hoogste begrip, tot de liefde te komen. Dat kan alleen maar als je deze innerlijke bron aanboort. En dan, al die mensjes die die innerlijke bron aanboren, die kunnen daardoor ook creatief worden. Abstract gaan denken. En die worden dus allemaal creatieve bronnetjes, terwijl vroeger alleen maar een enkeling creatief was. Dat verklaart ook waarom in onze maatschappij alles zo oneindig veel sneller verandert. Vroeger gebeurde er in 10 levens net zoveel als nu in 1 leven. En die versnelling gaat alleen maar door, die wordt alleen maar hoger, omdat er steeds meer mensen als een creatieve bron in de maatschappij meespelen. En het heeft natuurlijk ook te maken waarom er nu zoveel mensen op de wereld zijn. Daar horen nog wat schakels bij, maar dat gaat te ver voor deze avond. Zoals ik al zei, monotheïstische godsdiensten zijn belangrijk. En het is belangrijk dat we erbij stilstaan wat daar eigenlijk gaande is. Los van hoe u daar emotioneel op reageert. Maar we moeten wel begrijpen wat de betekenis is van die stromingen. Die nog steeds in onze wereld zo'n belangrijke rol spelen. En ik sprak al over de ontkerkelijking.
En het fascinerende gegeven, dat juist heel veel elementen die ons eigenlijk weer, zij het in nieuwe termen en in een nieuwe bewust te grijpen vorm, naar het oude religieuze denken terug zal brengen, dat doen de mystiek geladen natuurkundige ontdekkingen. En u zult in de komende colleges merken hoe dat hele leger van apparaten met zijn eigen intelligentie, wat zich nu aan het manifesteren is, eigenlijk een nieuwe levensvorm is die zich in onze levens mengt. Zo boven, zo beneden. Je kan niet omheen dat als je een levensvorm die zich in ons leven mengt, maar die van een lagere orde is dan wij, niet de gedachten passeren dat er dus omhoog, boven ons, ook een hiërarchie moet zijn. Waar wij op een vergelijkbare wijze mee verbonden zijn. Zo gaan we in verdere colleges ook ons de vraag stellen, wat zijn al die apparaten, die zelfrijdende auto's enzovoorts, en alles wat nog ontdekt moet worden. Wat gaan we daarmee doen? Waarom worden ze gemaakt? Waarom zijn ze er in ons leven? Maar indirect zal het ons ook weer, zij het op een andere dan een traditionele wijze, terugbrengen naar de vraag, wat bedoelden die mensen vroeger met die goden? Want om te denken dat al die mensen vroeger allemaal gek zijn geweest, inclusief Newton en Einstein, dat is wel heel erg boud. En dan tot slot, nou dat heb ik vanavond al genoeg gezegd, de vele brandhaarden en botsingen die er op het moment in onze wereld zijn, die hebben alles ook met deze thematiek te maken. Wel, dames en heren, ik heb straks nog een muziekfragment van 10 minuten en daar moet ik een kleine inleiding op geven. Ik zou u nu voor een paar minuten, een 10 minuten, de gelegenheid willen geven om vragen te stellen. Als u die niet heeft, is het ook niet daarvoor. Wat dacht u? Dank u. Ja, dat is een hele goede vraag. Die eigenlijk twee, als ik zo vrij mag zijn, twee antwoorden wil ik erop geven. In Oosters denken is niet alleen maar uitdijing, maar ook inkrimping. En, dus het accent niet alleen maar op die uitdijing. Die staat niet, laten we zeggen, zo centraal als in mijn verhaal. Want ik spreek steeds over ontwikkeling. Er zijn twee dingen die daarin spelen. In de oude Oosterse religies, en ik vind dat heel belangrijk om dat te zeggen. En u moet daar dus absoluut geen disqualificatie in zoeken. Want ik hoop dat u van mij merkt dat ik alles zijn waarde wil geven. Alles heeft zijn betekenis en niks gebeurt voor niks. En ik heb juist ook in die Oosterse oude geschriften gestudeerd. En ik heb me dat proberen eigen te maken. Maar het heeft mij geholpen om verder te kunnen. Omdat wij nu in zo'n ontzettende versnelling zitten, al was het alleen maar door de techniek, maar die is natuurlijk inherent aan onze eigen ontwikkeling, dat hoort bij elkaar, dat is kip en ei, omdat wij zo van binnen wakker worden en creatief worden, vinden wij die apparaten, omgekeerd, die apparaten stimuleren ons weer in onze ontwikkeling. Die immense ontwikkeling die onze maatschappij nu doormaakt, met die enorme wisselomzetting, vind je in de oude geschriften. Niet. Helemaal niet. Die worden ook niet door de goeroes van die nu nog leven en die als het ware in die oude traditie staan, worden die ook niet naar voren gebracht. Een prachtig voorbeeld, en nogmaals, ik ben absoluut niet disqualificerend bezig, maar bijvoorbeeld in de Dalai Lama en zijn hele cultuur. Hij heeft in zijn leven samen met wetenschappers van deze tijd geprobeerd om die twee werelden bij elkaar te brengen. Mislukt. Omdat, en dat is eigenlijk
een fenomeen wat te maken heeft met het verbranden van die phönix. Je kan die twee stukken, die zo wereldvreemd zijn, niet aan elkaar kitten. Dat moet eerst, beide moeten ze eerst as worden voordat je er iets nieuws van kunt maken. De oude werelden waren veel statischer en dat was ook begrijpelijk, omdat alles zo ontzettend veel trager zich verliep. Haal uit die oude wijsheden datgene wat toen gold om het verleden te begrijpen. En om datgene wat universeel is te begrijpen. Maar je moet niet denken dat je daarmee de problemen van deze tijd kunt oplossen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de wijsheden van de Indianen. Wat een mooie cultuur was dat. En als je dan, al dan niet via channeling, de wijsheid van die oude Indianen hoort over de natuur, dan worden we, velen van ons worden dan geroerd. Maar het probleem is dat ze daarmee onze problemen niet oplossen. Wat ze zeggen is wel waar, maar we hebben een totaal ander pakket aan problemen op ons bordje. Uw vraag was ook van dat ontwikkelen en ook weer van het toneel verdwijnen. Dat heeft ook te maken met de schaal die men toen koos. Wij worden nu gedwongen om een hele grote schaal te kiezen. En die schaal is zo groot dat wij er genoeg aan hebben als we alleen de ontwikkeling zien. De opgang. Maar natuurlijk, na een opgang komt ook een neergang. Maar als je een relatief kleine schaal beziet, dan kan je zowel de opgang als de neergang moet je dan in je beschouwing meenemen. Maar wij worden gedwongen om een veel grotere schaal in ogenschouw te nemen. En ik zal u zeggen, ik ben niet in staat om wat er met moeder aarde in de neergang zal gebeuren met ons, om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar dat zal er zeker zijn. Maar de schaal daarboven zal altijd weer een grotere ontwikkeling daarin zien. Het is wat complexer, besef ik. Maar het probleem zit hem dus om de vraag te beantwoorden, welke schaal kies je? En wij moeten een veel grotere schaal kiezen dan die ouden moesten doen. Uiteindelijk weer wel. Als onze Europese cultuur ten onder gaat, zijn as blijft. En de nieuwe cultuur zal uit die as herrijzen. Met een nieuwe dynamiek zal er een nieuwe cultuur uit voortkomen. Dan is die oude cultuur die ons dierbaar was, daar ga ik even vanuit dat die u ook dierbaar is. Voor ons is dat jammer. Maar voor een grotere bol is dat vooruitgang. Ja, elke keer zal de A weer een plusje erbij krijgen en de B ook. Nee. 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 Het is, weet u, een van de grote problemen bij, als je hier met elkaar over gaat praten, ik bedoel niet in deze constellatie, maar gewoon ook als twee mensen met elkaar praten, is dat je bij voorbaat moet zeggen, over welke schaal heb ik het? Want, een voorbeeld. De Arabische lente. En dan een heleboel mensen in onze landen zijn blij dat het daar goed gaat. En nu blijkt het toch niet zo goed te zijn. En wat hoor je dan? Nou ja, ze zijn van de regen in de drup gekomen. Bijvoorbeeld Egypte. Ja, dat is de vraag welke schaal je kiest. Want uiteindelijk in de grotere lijn zullen ze uiteindelijk verder moeten komen. Maar daarbinnen heb je natuurlijk ook weer up en downs. Het ene moment, juist ook door de conflicten die er zijn, leren de mensen weer van zo moet het niet. Welke schaal pak je? Pak je de schaal van een paar decennia? Of pak je de schaal van de ontwikkeling van die hele cultuur? In de Europese cultuur, in Griekenland hebben we een grote cultuur gehad. In de middeleeuwen waren wij, vooral hier in Noord-Europa, waren we nog slapend.
Er waren grote culturen bij de Eufraat en Tigris en waren wij nog barbaren. Welke schaal kies je? Ja, en ik denk dat wij die dus heel groot moeten maken, omdat wij met thema's worden geconfronteerd die alleen maar zichtbaar worden op het moment dat je een grote schaal kiest. Want juist dit verhaal. Ik heb een hele grote schaal gekozen voor de ontwikkeling van de mensheid. En ik moest die grote schaal kiezen om die wisselomzetting zichtbaar te maken. Maar de oude orde die begon in met de neveling. En de nieuwe orde eindigt ergens in een utopisch vergezicht. Maar wij hebben nu te maken met die wisselomzetting. En die moeten we ons realiseren. Willen we goed kunnen reageren op de problemen die we nu op ons bordje krijgen. Daarbinnen hebben we up and downs. Als Engeland zegt wij stappen uit de EU. Ja, dat is een. En zo zijn er natuurlijk meerdere stromingen. En die, stel dat die hele euro weer verdwijnt en de EU uit elkaar valt, dan is dat een tijdelijke teruggang. Maar uiteindelijk gaan we naar een mondiale maatschappij. Hoe lang dat duurt en hoeveel brokken er onderweg worden gemaakt, daar heb ik het niet over. Maar ik weet één ding wel zeker, ik tenminste, en u hoeft het niet met me eens te zijn. Maar voor mij is het evident dat we naar een mondiale maatschappij gaan. Met alle ellende die er tussendoor zal plaatsvinden. Ben ik ook een beetje bij u, vraag weer, welke schaal kies je? Ja, ik geloof dat hier ook een vraag was, u was eerder. Ja, ik dacht zelf even aan Brexit, omdat het niet heeft gemaakt. Ja. Ja. Ik denk dus dat niks voor niks gebeurt. Er is orde in de kosmos, dus ook in dit opzicht. Dat houdt niet al op met een kogelbaantje. Of alleen maar fysieke fenomenen, ook in onszelf. Alles heeft zijn zin. En ik zal u de volgende keer, ik heb het al in de pauze aan iemand ook gezegd, zal ik u een paar fragmenten uit de 5e van de symfonie van Beethoven weer laten horen. Met ook de duiding die daarin zit. Wat is de reactie en wat is het? De zin van het ta-ta-ta-taam, ta-ta-ta-taam, waar het mee begint. Iedere probleem wat de mens op zijn bordje krijgt, is er om van te leren. En dat is precies wat u zegt. Dus, de blokkade zorgt ervoor dat de mens kan leren. Als er geen blokkades zijn, leert hij niet. Een noodsituatie dwingt de mens om te gaan nadenken. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Dat was alleen, ik was theaterdirecteur van mijn 30ste tot mijn 40ste en ik ben nu 68. Het is dus heel lang geleden. In die tijd heb ik dat geprobeerd, ja. Heb ik ook geprobeerd om ook mijn collega's duidelijk te maken van waar zijn die tenten van ons nou voor? Want als we weer met bezuinigingen te maken hebben, dan moeten we een antwoord hebben. Ik heb het toen geprobeerd, maar daarna ben ik een ZZP'er geworden en kon ik natuurlijk verder, ja, behalve dat wat ik nu met mijn voordrachten doe. Maar ik heb niet meer in het politieke spel mee kunnen spelen. Nee, zeker niet. Ja, laatste vraag. Pardon? Ik verstond het begin niet.
Ja, en veel meer nog. En daar zal ik ook bij stilstaan. Maar we kunnen natuurlijk niet alles tegelijkertijd behandelen. Ik heb de vorige keer over het Anthropoceen gesproken. Dat de geodeten op het moment in de wereld bij elkaar zitten om te overleggen of ze na het Holoceen nu een nieuw tijdperk voor Moeder Aarde zullen moeten erkennen. Omdat de mensheid nu overal op aarde zoveel invloed heeft op de natuur, op Moeder Aarde zelf, dat ze daartoe gedwongen zijn, want het kenmerk van een tijdperk voor deze mensen, voor deze wetenschappers is dat over de hele aardbodem tegelijkertijd één keerpunt, één revolutionaire verandering op aarde zichtbaar is. En ze willen dus nu dat erkennen. Dat betekent dat wij een enorme invloed op Moeder Aarde hebben, maar dat dwingt ook ons om de relatie met Moeder Aarde ons veel meer bewust te worden. En ik weet niet of ik het de vorige keer gezegd heb, maar als twee ballen tegen elkaar komen, de een is klein en de ander is heel groot, dan lijkt het dat die grote bal op dat kleine balletje een veel groter effect heeft dan andersom, maar dat is natuurlijk niet waar. Op de weegschaal van onze lieve Heer zijn de effecten even groot. Actie is reactie. En de werking die wij op Moeder Aarde hebben is ook een ontmoeting van Moeder Aarde met die mensheid. En de vraag is, de ontmoeting kan tussen twee mensen en dus ook tussen mensheid en aarde, kan voor de ene partij een heel andere betekenis hebben dan voor de andere partij. Maar wat er nu met Moeder Aarde zo ingrijpend gebeurt door het toedoen van de mensheid, moet een boodschap ook voor, ik ga nu vaag praten dames en heren, voor het bewustzijn van Moeder Aarde betekenen. Dat is natuurlijk een bewustzijn op een ander niveau dan het onze. De logica eist gewoon van ons om te beseffen dat Moeder Aarde op een of ander niveau een boodschap meekrijgt van de confrontatie met de mens. Net zo goed als u pijn aan uw vinger heeft, dat dat een boodschap voor u is, maar die vinger zijn eigen ervaring heeft. We worden dus ook op dat front, op zo'n andere manier benaderd. Neem nou die Indianen weer. Die zijn nog in de fase dat Moeder Aarde volstrekt een absoluut gegeven is. En dat ze niet de idee hebben dat zij met Moeder Aarde in een wisselwerking staan die voor Moeder Aarde van enige betekenis is. Dat is wel voor ons een beetje anders geworden. Prachtig voorbeeld. Alles heeft zijn betekenis. Hoe onbegrijpelijk voor de mens dan ook. Wij moeten niet op het moment dat wij het niet meer kunnen begrijpen en eens ophouden met abstract doordenken. Dan moet je hoogstens zeggen, dat moet er zijn, ook al kan ik het niet invullen. Kan ik het niet grijpen wat die invulling is. Ik moet nu naar het laatste fragment. En dat fragment, daar wil ik twee dingen mee bereiken. Allereerst, wat het eigenlijk betekent in zijn diepste betekenis als wij die innerlijke bron gaan aanboren. Het vermogen tot inspiratie. Het vermogen om iets uit jezelf te halen waar je vroeger nooit bij stil had gestaan dat het mogelijk was. Ik doe dat met het voorspel tot Wagner's opera Lohengrin. Lohengrin is een graalridder. Het is symbolentaal. Het is een mannetje, dus het staat voor een idee, niet voor een vorm. En hij is de ridder die staat voor de graal. En de graal staat voor de zuiverste hartsgesteldheid, want in de graalkelk is het bloed, volgens de legende, opgevangen van Jezus toen hij door een Romeinse soldaat in zijn zij werd doorstoken. En Jozef van Arimathea heeft dat bloed opgevangen. En dat is natuurlijk een symbolisch beeld voor een meditatie. Dat diegenen die op die graal mediteren, hopen dat ze die hoogste hartsgesteldheid die uit dat bloed straalt, zich eigen kunnen maken. En daar is Lohengrin de ridder voor. Dat is een heel vergaande gedachte over de zuiverste hartsgesteldheid die in ons te vinden is. Hoe vergaat het ons als wij proberen om daar iets van te beleven?
In die opera wordt dat symbolische beeld neergezet, omdat een zekere Elsa van Brabant zich openstelt voor deze inspiratie. En dat wordt uitgedrukt dat die graalridder naar haar toe komt en met haar een verbinding aangaat, een liefdesverbinding. Dat is allemaal symbolisch voor iets wat in ons zou kunnen plaatsvinden. Maar wij zijn allemaal mensen die, midden in deze aarde en met een heleboel nuchterheid om ons heen, elk moment weer zeggen, ah, flauwekul. Dat gebeurt Elsa ook en dan is ook meteen die verbinding verbroken. Maar gelukkig is het zo dat we het elke keer weer mogen proberen. Om geleidelijk aan die verbinding met die innerlijke bron in onszelf steeds vloeiender te laten verlopen. En dat drukt dit voorspel uit. Ik zal straks u begeleiden bij dat voorspel en u vertellen wat er gebeurt. Maar eerst zal ik het even droog vertellen. U hoort eerst in de violen, heel ijl, dus heel bijna ongrijpbaar, een melodie. En dat zal de melodie zijn van die graalridder. En u zult geen andere melodie horen dan van die ene graalridder. Want het gaat namelijk om hoe deze melodie langzaam vanuit die hele ijle innerlijke belevingswereld steeds concreter kan worden en tot in de fysieke wereld gestalte kan krijgen. Het begint dus met een enkele viooltjes en dan komen er wat lagere viooltjes bij. Even later komen de houtblazers erbij. Het wordt iets concreter. En na de houtblazers, steeds diezelfde melodie, komt het eerste koper erbij, de horens. Niet alleen maar dat het koper veel krachtiger is, maar de klank van de horens laat ook voelen wat voor adel deze melodie met zich brengt. En die horens komen steeds meer op de voorgrond. En ondertussen steeds zijn het de violen die de verbinding met die bron niet verliezen. Die onderhouden die verbinding, dat het touwtje niet breekt. En dan komt er een moment, en dan hoop ik dat u me nog kunt verstaan, want dan gaat die melodie uiteindelijk in het volle orkest terechtkomen. Dan hoort u niet geen bombastische Duitse muziek, nee, alles behalve. Maar met celli en contrabassen en zwaar koper in het volledige orkest. En dan moet deze ruimte vol muziek zijn, hoort u die melodie. Zodanig dat u niets anders meer beleeft en voelt dan vervuld te zijn van die melodie. In zijn volle kracht. Maar dan komt natuurlijk weer van, ah, is toch flauwekul. Een bekkenslag zorgt ervoor dat die melodie verstijft, verstart. En let u ook op de klankkleur van het orkest, want die wordt kaler. Er komt een tweede bekkenslag en dan glipt het ons uit de vingers. Zo vat het voorspel de hele gebeurtenis van de opera samen. Maar in wezen, de weg die wij tientallen keren, zo niet honderden keren moeten begaan, alvorens we ons direct open kunnen stellen voor die bron die in onszelf te vinden is. De graalridder gaat zich ontvouwen.
Er komen wat lagere nootjes bij. Daar zijn ze. En de houtblazers voegen zich erbij. Daar zijn ze. Met diezelfde melodie. Terwijl de violen de verbinding met die ijle bron blijven onderhouden. Komen, in de diepere, bewustere beleving van ons komen. En voelt u hoe de melodie steeds weer een aanzet daartoe doet. Daar is er weer een. Nog zonder resultaat. Er komt er weer een. En er komt er weer een, nu met resultaat. Want we breken door naar de wereld van de horens. Het eerste koper. Daar is het koper van de horens. En de violen blijven de verbinding maar onderhouden. Door de horens komt de adel om deze rauw kwaliteit, die zuiverste hartsgesteldheid naar voren. Proberen om verder in de verlichting te komen. In het tastbare, voelbare leven te komen. Een aanzet van de horens. Aanzet. Maar lijkt niet tot een verdere doorbraak. Daar komt er weer een. En die leidt wel tot een doorbraak. En wel naar het volle orkest. Zware strijkers. Zwaar koper. Zinderend strijkorkest, ons totaal vervullend. Maar daar komt eerst de bekkenslag. De melodie verstijft, verliest aan kleur. Een tweede bekkenslag. We'll be right back.
de inspiratieve beleving glipt ons uit de vingers. Maar we hebben het wel beleefd. Wat er achterblijft is een herinnering. Ons bekwamen om dit steeds beter te kunnen krijgen. Dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u op de 27e oktober weer onder mijn gehoor kunt zijn. Dank u wel. Dank u wel.